Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Architect. Vorige week ben ik hier gebleven. En we hebben dus een aantal van die luxe cellen gebouwd, de vorige aflevering. En ik ga even kijken, want vandaag moet ik even kijken. Ik wil vandaag een extra wasserette hier neer gaan zetten voor wat meer shit en zo. Waar ik hier allemaal kots of zo, weet ik niet precies. Maar hier wil ik dus deze aflevering mee bezig. Dus dan gaan we gelijk dat eventjes alvast fixen. Ho. En we moeten ook nog een beetje van dat inkomenprobleem eventjes af. Want dat is een beetje in de min op het moment. Maar hopelijk gaat dat natuurlijk binnenkort wat beter daarmee. Dus even zien. Nou ja, ze zijn hier natuurlijk nog mee bezig. En ik weet niet hoe het met het water zit. Oké, dat wordt allemaal wel aangesloten volgens mij. Maar hij heeft gewoon even tijd nodig volgens mij. Dat kan het probleem. Oh, zo. Al een stuk makkelijker maken, denk ik. Dus niet zoveel om te lopen. Ik weet niet waarom, maar. Ik ben gewoon alweer verkouden. En waarom ligt hij helemaal koopwaar in winkelschap? Geen idee waarom dat daar ligt. Had ik deze niet aangesloten? Apart. Of had ik daarmee gewacht totdat ze allemaal geïnstalleerd waren? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Klik. Nou. Oké, dan zitten er hier ook nog een aantal. Ho. Nee, dan moet hij wel aansluiten. Oké, nu hebben ze volgens mij allemaal aangesloten. Die wel in ieder geval hebben geïnstalleerd. Het zal nog wel een keer moeten dat we natuurlijk meer van die dingen gebruiken. Maar dat komt dan wel. Wat is dat eigenlijk met het onderwijs? Even kijken. Subsidies. Nee, programma's. Vijfendertig hebben we dat voltooid. Maar eentje heeft er nog maar geslaagd. Ik denk dat we misschien gewoon eerst eventjes met alleen de veiligheids- of de basisonderwijs moeten gaan doen. Echt gewoon één bouwvakkertje die zit gewoon deze hele fundering te leggen. Wauw. Hier leg ik ook gewoon alvast de deuren neer. Dan wordt het wel makkelijker met het wassen allemaal. Dat is niet allemaal door deze ene gang. Is
Zo. Dan leg ik deze gewoon hier even helemaal doorheen. En hier. Dit gaat natuurlijk even een muurtje worden. En dan gaan we hier ook alvast even ditjes neerzetten. Daar eentje, daar eentje, daar een. En dan over hier gewoon. Normale deuren. Ja, dat is natuurlijk wel logisch dat ze hier niet buiten mogen komen, maar oké. Oké. De was. Wat was de was voordat het was was? Ook altijd zoiets. Heel vaak hoort. Ja, de laatste tijd niet meer, maar hey, sure. Zo, pas precies. Oké, dan moeten de wasmanden hier ook natuurlijk ergens staan. Maakt in principe toch niet zoveel uit waar ze precies staan. Gewoon vanwege dat ze toch wel weer anders neergezet worden. Maak je gewoon 5. Oh nee, 5 ga je van. 6 ga je dan, ook goed. Oh, deze kun je ook natuurlijk niet draaien. Dat is ook kleren, sorry. Maar het is wel positief dat we nu weer in de wind staan. Gelijk even een grondig onderzoek. Oh ja, Jesus. Oh ja, de nul. Zo. Dat is een lange tunnel. Honderd banen, damn. Hey, nog een tunnel. Lekker bloempen spam klikken. Zo, dat zijn ze allemaal. Oh. Gezien, hoe zit het nou financieel? Oh. Dat is al behoorlijk wat. Ja, gaat natuurlijk ook wel vanwege de cash en zo. Oké, ja, deze distributie van de was, dat is wel goed.
als we hier natuurlijk nog meer gevangenissen zouden maken, dan kunnen die er natuurlijk ook in, want dat is best wel een grote wasruimte. Nee, er hoeft geen warm water daar te komen. Maar misschien in de douche wel. Zeg gewoon mooi de boiler daar. Zit ook natuurlijk niet in, zo in de weg. Oké, okay, even vragen. Waarom is hier geen eentje aangesloten? Fuck. Dit staat toch altijd wel de bullshit. Dat gebeurt zo vaak. Annoying as shit. Dan is hier ook nog niet eens de fucking vloer een beetje aan gaan lopen tekenen. Oké, wat hebben we daar precies? Oké, metaalvloer. Wat heb ik precies in de wasruimte? Hout. Zo. Nou, dan komen we in ieder geval behoorlijk ver. Waarom begint het gevaar in ieder geval weer zo hoog te lopen? En dat is vanwege de behoefte. Hygiëne. Familie. En warmte. Aan de warmte kan ik nog wel wat doen, ja. Hier een boiler. Hier een boiler. Hier een. Zet ik daar ook nog gewoon eentje neer. Hoe de fuck is hier brand gekomen? Waarom is daar brand? Oh my god. Oké, okay, hoe komt er dan weer een brand hier? Dat is mijn vraag. Godverdomme. Ik had het wat ook niet beter hiervan. Misschien heeft het door de condensator te maken?
kan niet, want die staat er nog niet eens. Ja. Laat ik toch maar gelijk even verhelpen. Oké, maar gaan ze dat allemaal, die stroomhoeveelheid wel houden? Dat is mijn vraag. Hey, uitbetaling, volledige subsidie. Kunnen we weer een mooie nieuwe subsidie aandoen? Zes uur per dag? Gewoon een uurtje langer eten. En dan moeten ze wat douchen in vrije tijd of zo. Verwarmingen, radiatoren. Hier ook wel eentje neer. Hierheen. En niet daarheen. Oh, ja. Dat is gewoon een probleem. Oké, nee, dan weten we dat. Waar heeft deze dan weer geen water? Stop met dat vuur! Hier, hoppakee. Nou, in ieder geval de volgende aflevering ga ik gewoon de wasruimte eventjes helemaal afmaken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie nog een keer weer. Later.